Geen enkele Nederlandse premier zat langer in het torentje dan Ruud Lubbers. 12 jaar lang loodste hij Nederland door kernwapenprotesten en miljardenbezuinigingen. En nu wordt hij geportretteerd in de tv-serie Land van Lubbers vanaf morgenavond te zien. Waarom doe je dit soort dingen toch? Deze mensen hebben recht op een stukje van de waarheid. Ik was 34. Ik was katholiek. Ik zou me alleen maar met economische zaken bezighouden, meneer Lubbers. Werd u gewantrouwd? Oh, ja, zeker. Stuur die vliegtuig terug! Dat doe ik niet! Die man die kan een internationale ramp veroorzaken. U was pas 2 maanden minister toen u al heel Nederland beduvelde. Jij moet je nu bewijzen, jongeman. Gewetenloos. Ja, veel mensen zeggen dit is een vorm van erkenning. Hier aan tafel 3 mensen die het kunnen weten. Frits Wester, als je zo'n dramaserie wordt neergezet als premier, vorm van erkenning? Nee, ik weet nog niet wat er precies gebeurt in de serie. Dus, sowieso dat er een serie over gebeurt. Nou ja, dat is wel bijzonder. Zijn memoires zijn nooit uitgegeven. Die liggen nog ergens een kast op het CDA-partijbureau, geloof ik. want er was iets mee. Maar in die zin is het wel, ja, dus dat voor de man zelf denk ik wel bijzonder. Maar of hij het zelf leuk vindt, twijfel ik. Ja, dat is de enige vorm van erkenning die we eigenlijk in Nederland aan politici geven. Amerikanen zijn er heel anders in. Die doen dan bijna heiligverklaringen. Die maken van elke president een ster. Ja, zeker als ze president af zijn. Stapels boeken, prachtige documentaires, films. En die kritische, objectieve beschouwing, dat is eigenlijk de enige erkenning die wij Nederlanders kunnen geven aan ex-politici. Kok fietst helemaal onherkenbaar door Amsterdam heen. Lubbers in een autootje door het land, klein autootje. We hebben geen verering van helden van weleer die toch echt een bepalende invloed op ons land hebben gehad. Is het trouwens jammer dat we die verering niet hebben van deze premier? Of is ik vind het niet erg om een beetje nuchter te blijven. Je kunt wel zeggen dat Lubbers, vind ik zelf, doen wel heel weinig in Nederland. Maar kijk, de man is gewoon een hele goede premier geweest. Dat moet je kunnen vaststellen. Maar we moeten daar niet overdrijven. We gaan niet gaan doen alsof die God is. Kijk, die Amerikanen die maken iedereen enorm groot om ze vervolgens af te kunnen breken. Nee, of dat nou zo'n aantrekkelijk verschijnsel is, weet ik niet, Jan. Er zit wel verering. Ook voor sporthelden. We zijn al slecht in Nederland. En dit, zo'n prachtige documentaire. Hoe je het ook bent of keert en wat die documentaire dadelijk ook gaat opleveren. Land van Lubbers, het is een dramaserie. Maar dat is toch wel een soort van erkenning, denk ik. Geen documentaire, maar een dramaserie. Maar dat is inderdaad belangrijk. Nu is het wel zo dat je hebt hem van dichtbij meegemaakt. Ja. En een lange tijd van dichtbij meegemaakt. Ik was jong verslaggever. Hoe oud was je? Denk ik 25 de eerste keer. Zo. Toen ik door omstandigheden van Tom Verlinde zou het gesprek met hem. Daar zien we die jongen inderdaad. Ja, dat is een jongen. Veel, dat ja, kijk, de radio, kijk, zoenen foto van het jaar. Te maken. Ja, dan sprak je erachter nog, torentje. Ja, veelvuldig mogen interviewen. En het was echt een schat van een premier. Dit is op Corfu. Natuurlijk zijn nederlaag. Hij werd geen voorzitter van de Europese Commissie. En sindsdien is het ook veel minder goed met hem gegaan. Hoe ging het daar op Koning? Dat was een belangrijk moment. Hè? Het was een enorm belangrijk moment. Hij moest daar. Het ging om de opvolging van Delors als voorzitter van de Europese Commissie. En men had bepaald, de christendemocraten, die dat met elkaar natuurlijk in de macht konden bepalen, het gaat naar een klein land en het gaat naar een christendemocraat. Dus Lubbers die dacht in eerste instantie het woord Wilfried Martens en ik doe daar niet aan mee. Hij had toestanden ook met het CDA op dat moment. Maar op het laatst, en op 3 mei in 1994, heeft hij dan toch nog, het was eigenlijk al gesloten, toch nog gezegd, ik doe toch nog mee. Ja. Nou, in juni was het zover. Ik mocht met hem mee naar Corfu. Het was een dramatische afgang. Het was een totale chaos. Kool wilde hem niet hebben. Kool wilde hem gewoon niet meer hebben, omdat die Brinkman zijn troon op. Nou, er waren twee dingen. Daarvoor, dat had te maken met de Duitse eenwording. Dat was een gedoe over de Oder-Neisse-grenzen en zo. Had hij kritiek gehad op Kool. Maar Kool die voelde zich een beetje de vader van de christendemocratische familie in Europa. En die vond dat de manier waarop Lubbers met Brinkman was omgegaan, dat vond hij schandalig. Ik heb daar met Kool wel gesprekken over gehad, of bij geweest met gesprekken. Want jij was toen de voorlichter. Toen was ik de voorlichter van Brinkman, hoofdvoorlichter. Ja. Nou, misschien aardig om dat moment nog even in herinnering te roepen. Want nu heel veel goede dingen over Lubbers gehoord tot dit moment. Dan, en dat Brinkman-moment inderdaad. Hè? Elko Brinkman, de kroonprins destijds van het CDA. Toen gebeurde dit. Ik heb van mezelf geconcludeerd. Wat ik dus ga doen is dinsdag nummer 3 op lijst CDA stemmen. De heer Hiers Melin. Bam, dat is keihard. Dat is ongelooflijk. Vlak voor de verkiezingen zeg je dit. Voor zo'n man met zoveel politiek benul. Is dit, en dat heeft ook dramatische gevolgen gehad. Ja, dat zat nog een stukje voor ook. Ik bedoel, het ging tussen die twee niet goed. Brinkman heeft hem zelf aangewezen als opvolger. Vijf jaar voor de verkiezingen. Waar Brinkman heel ongelukkig mee was. Gingen die jaren. Eerst ging het sky high met Brinkman. Ging het allemaal prima. En toen ineens, programmatisch, het kabinet met de Partij van de Arbeid, ging het uit elkaar lopen. Bami-akkoord, WO. Brinkman iedere keer teruggefloten door Lubbers op het laatste moment. Terwijl er toezeggingen waren over dingen goed te doen. Askopaffaire. En toen kwam de Askopaffaire vlak voor die campagne.
dingen, dat was vervelend. Maar er kwamen er andere vervelende dingen. En op een gegeven moment, want Lubbers had op een gegeven moment een hele bijzonder idee, hoor. Want toen na de verloren gemeenteraadsverkiezingen, toen Wim van Velzen als partijvoorzitter opstapte, toen wilde hij ook wel eens partijvoorzitter erbij worden. Dan zei hij, ja, dat doet Kool in Duitsland toch ook. Ja, maar dat was toch echt even iets anders. Vervolgens, ja, vervolgens ook na die Ascop-affaire, toen heeft Lubbers zelf erin bewilligd dat Brinkman zou moeten verklaren. Ik blijf lijsttrekker, maar als we weer gaan regeren, wordt Lubbers weer premier. Ja. Nou, zei Brinkman, dat ga ik absoluut niet doen. Dan ga ik gewoon weg. Dat gaan we niet doen. Nou, toen tijdens die campagne gebeurde het, ik ga op nummer 3 stemmen. In een ander interview bij Paul Witteman zei hij, Wim Kok zou net zo'n goede premier zijn als Helco Lubbers. Oh. En zo gingen er nog een aantal van die dingen gingen zo door. En het ging van het een naar de ander. En iedere keer overviel dat ons. Nou, ons verduidelijk. Jij leidde de campagne van Brinkman. De Brinkman Shuffle, nog heb jij geïntroduceerd. Ja, dat doet nu iedereen. En, dan zaten we in de auto daar ergens naartoe. En dan hoorden we, dan belde bij mijn collega op en die zei, weet je wat nou gezegd heeft? Hij gaat op nummer 3 stemmen. Dus ik zit naast Elko in die auto. Maar hoe is dat mogelijk? 21 jaar in de politiek. Maar hij heeft een wel meester in het overleg. Alles gedaan wat goed was voor de partij. En toch in alles. En 20 zetels verlies. Ja. En sinds 1917 heeft het CDA altijd en voorgangers in de regeringsverantwoordelijkheid gezeten. En de regeringsverantwoordelijkheid weg. Hij heeft een drama achtergelaten. Ja, maar Hans van der Voet, voormalig hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst, die heeft in een kerstpersie, geloof ik, van Dagblad Trouw tegen Willem Breedveld gezegd in een interview. Dat laatste jaar was hij eigenlijk niet meer toerekeningsvatbaar. Nou, in de zin van, totaal vereenzaamd. Hij was gewoon vereenzaamd en gewoon totaal ook de weg kwijt. Want die dag voor de verkiezingen, toen zei hij ineens, ja, nu wil ik wel voorzitter van Europa worden. Wist hem ook allemaal niet. En dan kwam dat ineens weer overheen. Ja, de avond voor de verkiezingen, of avond van de verkiezingen volgens mij zelfs. Dat was op die 3 mei. Ja. Ja. Wat heeft Brinkman nog wel eens tegen je gezegd? Want jullie hebben elkaar, gezien. Loopt het een beetje een binnenvetter leek het. Maar ook boos geworden. Hij heeft natuurlijk naar buiten toe nooit teruggeslagen of wat dan ook. Bijzonder was wel trouwens dat bij, anderhalf jaar geleden, bij andere tijden heeft Lubbers gezegd, als ik... Ik heb me later pas gerealiseerd wat ik met die uitspraak heb aangericht. En dat hij er spijt van had. Ik heb wel gehoord dat iemand hem wel had gezegd, dat moet je nu maar zeggen. Ja, moet ik dat echt zeggen? Ja, dat moet je nu maar toch een keertje zeggen. Maar heeft Brinkman ook, bij wijze van spreken, moet ik hierbij zeggen, gevloekt tegen je toen hij dit allemaal meemaakte? Dat vielen wel zo'n termen, hierna. Dat niet leuk. Maar dit is dus toch een donkere kant dan van de wereld. Nou, kijk, weet je, dit is een hele tragische geschiedenis, die afloop. Maar deze man is ook een fantastische premier geweest. Absoluut. Echt topprestaties geleverd in de politiek. In 1984, de kruisrakettendiscussie. Een totaal verdeeld land, zwaar gepolariseerd in de politiek. De Partij van de Arbeid, die het verzet tegen de kruisraketten heel groot blad met Nederland, enorm goed exporteert. Coalitiepartner VVD, die eigenlijk alle kansen neemt om het CDA, dat zwaar verdeeld is, eindeloos te maltrateren. En Lubbers, die een supersmal paadje vindt om een compromis te sluiten. Met eigen dissidenten. Zijn eigen partij te redden, zijn kabinet te redden. 2 jaar later, fantastisch, grootste verkiezingsoverwinning ooit. Dus dat is wel een geniale man geweest. Hè? Dan moet je niet uit het oog verliezen. Het is lullig afgelopen, maar daarvoor was het wel een klapstuk. Geniaal, hè? Het was no-nonsense. Ja. Het was het akkoord van Wassenaar waar hij al mee begon. Dat heeft hij als minister van Economische Zaken ingezet. Hij heeft wel een zakelijke manier, een manager in de politiek. Terwijl hij zelf een hele grote hekel had aan die term no-nonsense politiek. Dat vond hij zelf eigenlijk veel te hard klinken allemaal. Hij was manager. Het was iemand die overal aan meedacht. Met die ambtenarenstakingen, die 3% die ambtenaren moesten inleveren. Met en hij bleef. Steur, die klappen die hij kreeg terwijl het CER-gebouw inliep. Ja. Dat ging heel goed. Het tweede kabinet met de VVD, dat ging een stuk minder. Want toen werd het CDA van 45 naar 54 zetels. En de VVD verloor de 9. Eigenlijk, die verhoudingen gingen helemaal verkeerd. Viel op het reiskostenprofiel. We hadden er bij Den Haag vandaag nog nooit van gehoord. Maar de verhoudingen waren gewoon uit dat kabinet. Want ze hadden samen die klus geklaard. En toen wilde de Bespersen nog een keer een kabinet met de Partij van de Arbeid. Ik zal nooit vergeten, ik had het verkiezingsspotje gemaakt in de 89 over de val van het kabinet. En daar zat een beeld in. Daar zaten natuurlijk beelden van Voorhoef in. En dan werd het zwart-wit en allemaal gedoe. En daar zat ook even een shot in van Kok en Voorhoef die samen overlegden. En ik had Lubbers dat spotje laten zien en zei maar één ding, Kok moet eruit. Want hij wilde niet dat er een negatief beeld richting Kok zou ontstaan. Het origineel ligt nog ergens in Leiden bij de afdeling Politicologie. Dat bandje heb ik altijd bewaard. Maar dat moest er toen uit. Dat ene shot moest eruit van hem. Hij wilde per se met Wim Kok verder. Maar zeker, iemand die zou je toch gegund hebben die zoveel voor ons land betekend heeft. En dat heeft hij echt. Daar zijn we het denk ik alle 3 wel over eens. Zoals we hier aan tafel zitten. En dan zie je, hij wordt geen
commissievoorzitter van Europa. Hij wordt geen secretaris-generaal van de NAVO. Hij wordt wel hoogcommissaris van de vluchtelingen bij de VN. Maar dan moet hij... Ongewenste intimiteit. Ook rapport, pijnlijk, wat dubieus, moest hij weer vertrekken. Er zijn allerlei zaken die... Je zou hem zo graag ook een eerbiedwaardige rol hebben gegund op het wereldplatform. En daar was hij toen in staat. Hij kende iedereen. Hij had een enorm track record. En dan op het laatst... Ja, de Amerikanen die vertrouwden hem niet helemaal. Nee. Het was natuurlijk niet iemand die kon laten zeggen wat zij wilden. Nee. Maar jij kent Amerika ook goed. Ik denk dat Lubbers echt een karakter voor een Nederlandse politiek is. Hè? Een compromissenbouwer. Moet ik na te spelen. Al die geheimtaal. Ja. Kijk, de geheimtaal zijn geheimtaal die hier in Nederland een kwalificatie was. Hè? Al die krankzinnige woorden, positieve grondhouding. Ik herinner me nog dat ik als jong verslaggever voor het eerst de meervoudige echte minima, de mem, hoorde. Dat soort trucs had hij voortdurend in allerlei... Ja. Het was schitterende geheimtaal, maar die is op het internationale podium is dat waardeloos. Daar kan je niet meer over weg. Dat is niks. Dus dan zijn hier groot, maar daar... teleurstellend klein voor ons. Dat zien we vaak niet, maar het is wel waar. Ik belde met de redactie, zei geweldig. Want hij was natuurlijk altijd bereid, ook voor hele jonge verslaggevers. Ja. Hij stond nooit voor zijn statuur. Of hij nou premier was of niet. Geen statusman. Hij is geen statusman. Hij was altijd bereid om je te woord te staan. Dan bel je de redactie op en zeg je een half uur fantastisch interview met Ruud Lubbers. Geweldig, hè, voor de radio. En dan luister je dat daarna terug in de studio. Heeft niets gezegd. Ik had toch de indruk dat... Cryptogram. Met de puzzelwoorden, hoe kwam je dan niet? Een geweldig leuk interview had. Bijvoorbeeld in de formatieperiode was Lubbers dan ook fractievoorzitter. En dan al die 54 leden mochten dan wat zeggen, wat ze allemaal wilden. En dan ging Lubbers dat samenvatten. Had hij al lang bedacht. En iedereen had het gevoel, hij heeft ook naar mij geluisterd. Dat was een compleet ander verhaal. Ja. Maar dat deed hij altijd donderslim. Maar bijvoorbeeld als hij interviews gaf van kranten... Ik weet niet of jij dat ook meegemaakt hebt destijds. Dan kreeg hij die tekst, dan moest hij naar die tekst kijken. En dan kwam er een compleet nieuw interview. Want dan had hij alles veranderd zelf. Het was niet geen feitelijk onjuistheden controleren. En ik bedoelde niet helemaal of dat cijfertje klopt niet. Of dat jaartal. Dan moest de secretaresse, Betsy Dijk, destijds een heel nieuw interview uittikken met al die wijzigingen. Maar dan moest ik de journalist bellen van... Ja, de premier heeft een paar wijzigingen. Dat zijn er wel... Ga er maar even voor zitten. Maar ik vond zelf ook dat je dat niet kon maken. Dat was echt bizar. Hij was in controle. Hè? Want als je hem van tevoren interviewde... zoals je net zag op die foto op het Binnenhof... dan zei hij, hoeveel tijd wordt er dadelijk uitgetrokken... in de echte uitzending? En dan zei hij, 3,5 minuut of 4 minuten of 5 minuten. En dan stopte hij op 5 minuten. Dus hij kreeg ook geen seconde meer. Hè? Nee. Het was precies 5 minuten. Of hij bepaalde. Of hij bepaalde. Hij was totaal in de regie van wat hij zei. Maar was hij ook in de regie als hij met de koningin verkeerde? Want hij en Beatrix hebben toch ook een band opgebouwd met z'n tweeën? Nou, natuurlijk leeftijdsgenoten. Ze begonnen allebei in dezelfde periode. Beatrix 1980, hij 1982. Ja, generatiegenoten. Ja. En moesten dat samen gaan doen in een vrij lastige periode... van hoge jeugdwerkloosheid, economische crisis. En ja, die kon dat samen wel uit. Goed. Maar wat is er waar van dat verhaal dat ook Beatrix een rol heeft gespeeld? Sorry. Dat wil ik ook alweer zeggen, over in controle gesproken. Dat veel geleerd van Lubbers. Een inhoudelijke journalistiek programma hadden we hier, toch? Brinkman, de kroonprins. Is dat een grap of is dat serieus waar? Heeft ze er toch ook een hand in gehad? Dan zei ze, we hebben al een kroonprins. Wat ik begreep heb wel destijds. Want kijk, toen had je Bill en Hillary in Amerika. En als Brinkman premier zou worden met Janneke, die was toch ook vrij... bekend in Nederland met van alles en nog wat. En misschien wilden ze wel op het katshuis gaan wonen, was het verhaal. En hij kwam met Janneke op allerlei plekken. Verscheen in bladen en dingen. Gaan we samen interviews, wat toen vrij nieuw was in Libelle of Margriet. Van, ook die kiezers moesten bereikt worden. En ze schijnt een keer gezegd te hebben tegen Lubbers... van dat moet hij allemaal niet doen, want dit land heeft al een kroonprins. Bang dat er echt een soort presidentieel paas zou worden, die twee. Maar wat er heel interessant is, het boek van Marcel Metsen... Ik kan me goed herinneren dat Lubbers in zijn nadagen als premier... schreef hij tamelijk krankzinnige notas. Dat correspondeert met wat Van der Voet later heeft verwoord. Dat ging in cc aan Beatrix allemaal. CC. En dat was echt krankzinnig. Hoe kan het dan toch daarna ook tijdens zijn informateurschap... toch nog geklapt heeft over al dat overleg? Hij is daar heel open over geweest. Hè? Wat hij met Beatrix besprak, dat heeft hij ook naar buiten gebracht. Dat was bizar. Dat was bizar. Het was ook aan hem te danken dat maximaal geaccepteerd was. Ja. Is. Nou. Mag ik even een soort sportrondje met jullie tot slot maken? Wie was de beste premier die Nederland ooit gehad heeft? Er zijn natuurlijk grote premiers als een Drees. Nee, Wim Kok is een goede periode, ook een hele goede premier geweest. Nou, Lubbers was een hele bijzondere en goede premier. Ik vind toch eigenlijk de meest onderschatte premier Piet de Jong.
Pieter Jong. Pieter Jong vind ik eigenlijk een van de grootste Nederlandse premiers. Die is niet zo heel lang geweest, maar in een hele roerige periode. En het beeld was destijds altijd een beetje, hij past alleen maar op de winkel. Maar dat was toen echt wel even meer. Ik vind Pieter Jong de meest onderschatte. Ja, ik vind, Lubbers, het belangrijkste voor een premier is, je moet de coalitie bij elkaar houden. Je moet wisselende coalities kunnen leiden. Deze man heeft van zijn drie coalities twee de volle rit uit doen zitten. En hij heeft met beide partijen stabiele kabinetten gebouwd. En resultaten geboekt. En resultaten geboekt. Ik heb het langs mogen nadenken. Wie is voor nee, ik vind het echt. Maar dat heeft ook te maken natuurlijk dat het mijn begin in de parlementaire journalistiek was. Dat ik hem 12 jaar heb meegemaakt. Ik dacht, ja, we hebben koningin Beatrix en premier Lubbers. Dat was gewoon, er was geen andere combinatie denkbaar. Dus toen opeens Kok hem opvoerde, vond ik dat toch heel merkwaardig. Generatielang hadden we gedacht, er is alleen maar Lubbers. En hij heeft het vandaag goed gedaan. En daarom is het heel mooi dat er nu een dramaserie is. Die daar erkenning aan geeft. Gaan we naar kijken. Morgen begint hij. Ik dank jullie voor dit gesprek. En Frits helemaal. Die heeft zelfs een blessure opgelopen. Zie ik toch zitten hier. Ernstig in mijn duim gesneden afgelopen week heen. Thuis aan het nutselen? Nee, in een tomaat. Niks met SP pakken, hoor. Dank je voor dit gesprek. Dank. En straks nemen we Nederlandse hotels onder de loep. Nederland moet en kan gasvrijer. Aan tafel drie tophoteliers. Over het geheim van goede service. En daar denken ze alle drie totaal anders over. Tot zometeen. Voorzichtig knijpen. Even.